Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy. Ik hoop dat jij het bent, Bram. Ik hoop dat jij het bent, Liek. 3, 2, 1. Deze week is Bram de Sjaak. Dat betekent dat hij geblinddoekt in een bus wordt gezet en naar een voor hem nog onbekende locatie wordt gereden. Yes! Zodra de zak afgaat, heeft hij nog 10 minuten. Dan moet hij starten met de challenge die ik voor hem heb geregeld. Moeilijk, hè? Jezus. Ik zie niks. Nee. Zal ik hem zelf even opdoen? Jongen. Ik ben zo blij dat ik het niet ben. Maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat ik moet gaan doen. Oké, spannend. Ik heb geregeld dat degene die vandaag de Sjaak is, auditie mag gaan doen voor Grease the Musical. Je moet gaan zingen en acteren voor een echte jury. Het is een officiële auditie. Dat kan hij helemaal niet. En mocht je het dan heel goed doen, dan zie ik je misschien over een tijdje wel in De La Mar. Want daar zal je onder andere shinen op het toneel. En dan zit ik natuurlijk op de eerste rij. Oh, dit wordt zo gênant. Oké, let's go. Nou, Bram Bossen. Wat hoop je echt niet dat jij moet gaan doen vandaag? Maak de bejaarden was of zo. Leuk bedacht. Ja, je hebt niet echt hoogtevrees, hè? Jawel. Oh. Ik zou niet uit een vliegtuig of iets willen springen. Kan jij een beetje presteren onder druk? Ik denk in elk geval beter dan jij. Als ik je heb zien autorijden. Hallo, wat zit je mij te bash hier de hele tijd? Hou je bek. Ik heb jou ontvoerd. Niet zo'n grote mond. Echt, ik vind het zo lekker voor je wat je zo meteen moet gaan doen. Oh, je gaat echt een kutdag hebben. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat ik heb er tot nu toe nog steeds zin in. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ja. Komt u maar! Ja joh, rustig. Opstapje. Godverdomme. Daar gaan we. Hey Bram. Oh. Welkom bij jouw auditie voor Grease. Dankjewel. Dit is jouw bladmuziek. Ja. Dit is jouw scène. Oké. En over 10 minuten, dan zien we jou op je auditie. Nou, top. Jij mag naar boven. En dan mag je daar lekker leren. Helemaal goed. En dan kom ik je zo halen. Top, dankjewel. Lieve schat, je hebt 10 minuten om de teksten te leren, ja, hè? Ja, dit gaat natuurlijk helemaal fout. Ik kan ook geen bladmuziek, Liek. Hoor je ook iedereen zingen? Klinkt goed, hè? Ja, dat klinkt goed. Ja, dat kan ik niet. Hallo allemaal. Hoi. Hoi. Ik ben Isabel trouwens. Hoi. Bram. Hoi. Spannend. Ja, zeker. En waar gaat de scène over? Dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Nee, ik heb wel de bladmuziek gelezen. Ja. Vond ik erg sterk. Ga ik niks meer doen. Oké. Dat moet. Ja, maar ik kan het toch niet lezen? Ja, maar lieve schat, je moet zingen. Dat hoort erbij. Maar dat heeft toch niks met zingen en acteren te maken? Toch? De bladmuziek zeker wel. Ja, daar staat op hoe je wat zingt. Wat je noten zijn. Oh, dat zijn. Oké. Ja. Nou, die noten hou ik toch niet in. Dat komt wel goed. Heb je tips? Voor jou? Ja. Ja, ik zal eerst even rustig de scène lezen als ik jou was. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine en hier gebeurt het allemaal in de gymzaal van Bridal High School. Maar dit moet ik zingen? Nee, dit ga je spelen. Oh, dit ga ik spelen. Ja, weet je wie Vince is? Nee. Oké, Vince is eigenlijk de presentator/DJ van het feest, dus hij gaat het feest aankondigen. Dus je moet lekker vol energie. Ja, dat heb ik hoor. Dat aankondigen. Dus ken je de tekst al? Natuurlijk niet, ik heb het 1 keer gelezen. Ja, maar je hebt maar 10 minuten. Ja. Oké, doe dit even 2 minuten leren. 2 minuten. Ja? Ja? Ben je goed met teksten? Nee. Word het maar, Bram. Ja, ik heb ook nooit de script. Ga nou gewoon leren. Ja, hou leren. Je mond. Dankjewel. En leer. Focus. Ja, goed. Ja, Jezus. Ken je het al? Ja. Oké, nou, ga maar staan dan. Ja. Beetje energiek? Ja. Ja? Oké, nou, net of dat je na een show aankondigt. Go! Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine. En hier gebeurt het allemaal in de gymzaal van Rydell High School. Woe. Voor iedereen die wel houdt van een wedstrijdje, over 1 minuut of 10 is er een live hand jive. What the fuck is dat eigenlijk? De hand jive, Katie? Oh, oké. Van de Grease? Okay. Nee? Tijd om te slijpen, om onze band speelt dagen en nachten. Ja, dagen en nachten zou ik. Ik zou hem hoog pakken. Dagen en nachten.
Oké, okay, hartstikke goed. Ja? Ja, zo ga je hem doen? Ja, nee, tuurlijk niet. Kan je zingen? Nee. Nee, geen noot. Nee? Nee. Oké, okay, nou spannend. Een nieuwe snelle motor, dat maakt al heel veel... Dit kan ik toch nooit in mijn kop liggen? Ja, je moet. Go Grease Lightning op Lukke weg. Wat? Dat staat elke weg, sorry. Go Grease Lightning, maak al mijn natte dromen waar. Oké, misschien moeten we het bij het refrein houden. Ja. Toch? Precies. Want die ken je een beetje. Ik zou het ook wel echt serieus nemen, want er staan wel gewoon grote mensen zo meteen voor. Ja, zeker. Maar ik neem het ook serieus. Zeg maar, hun tijd is wel kostbaar. Ja. Absoluut. Je hebt 10 minuten de tijd voor je auditie. Ja. Bram, ben je er klaar voor? Oeh. Nu al? Ja, zeker. Nu al. Voorbij. Ik neem je mee. Nou. Daar ga je. Isabel, hoe lang heb jij je voorbereid? Nou, we hebben vorige week hebben we de eerste ronde gehad en nu hadden we de tweede ronde. Dus ik had een week de tijd om mijn scènes en mijn nummers ervoor te bereiden. En die heb je ook benut de week? Zeker, ja, ja, ja. Zanglessen genomen, spellessen, alles erop en eraan. Genoeg vragen, Liek. Heb je nog ook wat voor mij, wat tips? Gewoon gaan. Gewoon en gaan. Jij bent het. Ja, en als ik nou een blackout heb zometeen? Ja, dan stop je en dan ga je even nadenken en dan ga je daarna pak je door. Kom binnen. You got this. Hier is Bram. Hallo. Hi. Er zit nog een beetje wat in mijn haar, maar dat was even in de allerhaast geen tijd gehad om het te fatsoeneren. Dus mijn excuses daarvoor. Oké, okay. Wat ga je zingen? Greased Lightning gewoon, toch? Ja, okay. Ja. Beginnen we met het nummer? Ja, ja. Maar je geeft de SRV je hoofd, toch? Nou, nog niet helemaal, dus ik vind het lekker. Probeer het uit je hoofd en dan... Alle meiden van de kook door een tikkie van mijn pook, dus. Heb je het geoefend? Ja, ik heb het geoefend, zeker. Maar ik vind het spannend, dus daarom vind ik het lekker om af en toe even mijn tekst erbij te pakken. Oké, een nieuwe snelle motor, dat maakt al een heel verschil. Achter van die vinnen en voor zo'n chrome grill. Kut. Ja, mijn hele ding zit door elkaar. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Dankjewel. Ja. Alle meiden... Toch? Die? Oh, oké. Okay. Begin even over. Excuus. Alle meiden van de kook, door een tikkie van mijn pook. Iedereen opzij, dan kies ik een rij voor Grease Lightning. Go, 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 go. Go Grease Lightning, op elke weg een groot gevaar. Dat was hem. Toch? Hij doet iets langer, maar... Ik laten we naar de scène gaan. Daar ben ik beter in. Dat is wel mijn sterkste punt. Nou, de scène. Je bent een radiopresentator, dus ik wil eigenlijk twee dingen van je zien. Aan de ene kant dat je het voor jezelf speelt. Dus de concentratie zit heel erg op jezelf. Dus je hoeft het me niet uit te delen als een televisiepresentator. Je doet het voor jezelf, maar je weet wel dat je publiek thuis zit te luisteren. Dus je moet wel een beetje die stem gebruiken om thuis aan te komen. Oké, okay, let's go. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine. En hier gebeurt het allemaal in de gymzaal van Rydell High School. Ga je iets zonder papier? Ik kan het proberen. Ja, oké. Okay. Pak eens een stoel. Kan jij een stoel? Ik wil veel meer genieten. Je moet veel meer genieten van jezelf. Dit is wel een narcistische man, deze man. Dus ja. Die hoort zichzelf enorm graag praten. Oké, okay. Let's go. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine from the Rachel High School. Improviseren maar. Ja, dat probeerde ik eigenlijk al. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine. Hello baby, je hoort het meteen. It's Vince Fontaine. Nog langer trekken, goed zo. Ja, door. Heb je een dansachtergrond? Ja, toen ik in groep 8 zat, heb ik meegedaan aan de Heartbreak Dance Award. Toen was ik breakdancer. Ja. Kun je een stukje laten zien? De dans uit groep 8, zeker. Die ken ik nog uit mijn hoofd. Zou je misschien wat muziek bij kunnen spelen? Wat wil je voor iets hebben? We deden dat op het nummer Rood van Marco Borsato, maar is misschien niet meer helemaal van deze tijd. Ja, ja, gewoon lekker, mag lekker wild. Dan ga ik...
Ja, dat was zo eigenlijk. Knie. Oké. Okay. Ja, nee, in groep 8 deed ik het beter. En jullie waren derde geworden? Ja. Tof. Ja. Maar denk je dat je fysiek wel 7 shows in de week kan doen? 7 shows, ja hoor. Misschien nog wel wat oefenen, dat snap ik zelf ook. Ja. Oké, okay. Ik denk tot hier en niet verder. Ja. Nee? Dankjewel. Hartstikke fijn dat je was. Ja, jullie bedankt voor jullie tijd. Dag. Dankjewel. Dag. Sorry, maar ik heb mijn partij lopen schamen voor jou. Het was erg, hè? Ik schaamde gewoon dat ik bij jou hoorde. Ja, dat ben ik echt. Zullen we gewoon even boven gaan zitten? Is goed. Even bijkomen? Ja. Ik denk dat ik nog meer bij moet komen dan jij. Godverdomme. Oh mijn god, Bram, ik heb me zo gegeneerd voor jou. Ja, maar ik stond daar en die ene man rechts, die ja. zat me ook zo, die zat me al boos aan te kijken met dat ik bloem in mijn haar had. Ja, hè, hè. Ja. Ja, maar weet ik veel. Dit is een hele serieuze bedoeling. Kom jij aan dat met heb ik gemerkt, ja. Schaam je je niet? Nou ja, daar schaamde ik me wel goed, ja. En ik hoef die mensen ook nooit meer te zien. Nou, ik denk dat dat ook wel niet gebeurt. Niet, hè? Nee, daar zullen zij ook wel voor zorgen, denk ik. Ik wil je ook eigenlijk zo snel mogelijk wegnieten. Ja? Zullen we maar gewoon gaan? Zullen we dat doen? Volgende mensen die serieus auditie komen doen, die komen nu ook langzaam weer binnen druppelen. Dus laten wij gewoon gaan. Alsjeblieft weer gaan. Dankjewel voor het kijken allemaal. Laat even in de reacties weten wat we volgende keer moeten doen. En bedenk dan iets voor Lieke of Mo. Want dan gaan we dat gewoon doen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Later. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy.